Goedenavond allemaal. Wat echt ontzettend gaaf vanavond. Weet je, ik kom uit Ridderkerk, dat ligt bij Rotterdam. Ik ben hier samen met Jaco, die heeft me gereden. Vanuit Ridderkerk met je elektrische rolstoel is net te ver hier naartoe, zeg maar. Dus vandaar dat Jaco meegereden is. Maar dan is het natuurlijk best spannend, want dan rij je zo Goeree Overflakkee op. Dat is echt heel mooi trouwens als je hier woont. Dat alleen al is bijzonder. Maar ja, dan kom je hier binnen. Ik denk, stel je voor hè, dat de hele zaal leeg is. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dat is vanavond niet zo. En dat vind ik alleen al echt bijzonder. Dat jullie de moeite hebben genomen om vanavond te komen. Dus bij deze, vanaf mijn kant daar echt oprecht, dank je wel daarvoor. Ik kom vanavond om iets te delen over mijn leven. Maar eigenlijk, en het werd net al gezegd, praat ik veel liever over de God van mijn leven. Omdat ik weet dat God leeft. En dat hij in de hele mooie omstandigheden van je leven, en als je die meemaakt, wees daar ontzettend dankbaar voor. Maar ook in de moeilijkere omstandigheden, en als het misschien wel heel moeilijk is, dat God leeft. En dat hij van je af weet. En dat hij niets liever heeft dan dat je je leven aan hem toevertrouwt. In de weg die hij gaat. En daar kom ik graag iets over vertellen. En we spreken met elkaar af. Als ik vanavond naar huis ga, dan vergeet je dat ik hier was. Dat is niet erg. Maar onthoud dat God leeft. Voordat ik iets over mezelf vertel, ga ik ook een paar vragen aan jullie stellen. Ik denk, dan maken we er iets interactiefs van. Dus ik heb eigenlijk 4 stellingen. Dat is een klein beetje om te kijken wat voor vlees dat er in de middelharnisse kuip zit. We zijn hier heel eerlijk, hè? Dat heb ik begrepen. Ik had met Hubert vooraf wat contact. En hij zei, in middelharnis zijn ze super eerlijk. Dus als je nou een stelling hebt en je bent het erover eens, dan steek je je hand op. Ook als die stelling misschien denkt van, oef, wat zal mijn buurman ervan vinden? Ik heb met Jaco afgesproken dat hij de slides bedient. Ik heb een teken af. Ik zeg, als ik nou knipoog, dan moet je op die klikker duwen. Dus als je mij ziet knipoogen naar Jaco, dan gaat het om die klikker. Hè? Dan heb je dat ook. Dan hebben we dat ook afgesproken samen. Kijken of hij het begrepen heeft. Ja. De eerste stelling. God bestaat niet. Dat is misschien een hele... Nou, ik ben wel blij dat de handen naar beneden blijven. Tegelijkertijd, als je nu je hand naar beneden hebt gehouden, heb je beleden dat God wel bestaat. En als God wel bestaat, dan kan het niet anders of dat heeft betekenis voor jouw leven. De tweede stelling, God bestaat wel, maar hij is niet bij mijn leven betrokken. Wie ervaart dat zo? Nou, je doet goed werk met realtime. Dat is ook echt wel mooi. De derde dan. God geeft mij zijn belofte, maar ik vind het wel moeilijk om daaruit te leven. Ja, ja. Weet je, ik mag wel eens heel af en toe vaker zo'n avond verzorgen. En bij deze stelling gaan altijd de meeste handen omhoog. En zal ik je zo eerlijk zijn? Voor mij geldt dat ook. Laten we maar gewoon eerlijk zijn vanavond. Er zit geen superchristen tegenover jullie, jongens, echt niet. Maar wel een afhankelijk christen met een supergod. En dat bedoel ik echt wel eerbiedig. De laatste. Gods beloften dragen mij iedere dag. Sluit elkaar niet uit, hè? Mooi, hè? Zelfs als je het niet ervaart, moet je onthouden. Zelfs als je het niet ervaart, is het nog zo dat Gods beloften er iedere dag zijn. En dat je daar iedere dag op mag pleiten. Sterker nog, dat vraagt God van ons. Dat we zijn beloften vertrouwen. Ik ga beginnen. 1973, 2 september, ben ik geboren. En als ik één woord zou moeten bedenken voor mijn jonge jaren, dan is dat het woord voorspoed. Ik ben opgegroeid in een gezin waar
boven mij een broer is geboren en onder mij nog twee zusjes en een broertje. En het was echt een harmonieus gezin. We hadden het goed samen. We hadden het materieel ook goed. We woonden in een mooi vrijstaand huis. We gingen in de winter op wintersportvakantie vanaf mijn vijfde. In de zomer maakten we buitenlandse reizen, Europa door. Heel veel voorspoed. En op school kon ik best makkelijk meekomen. De basisschool, de middelbare school, ik heb het VWO gedaan. Ik heb zelfs vanavond al een oud-klasgenoot ontmoet. Jongens, kom je hier in Middelharnis, gebeurt je dat ook nog? Ik heb het VWO gedaan. Ik was 17, toen ging ik naar de Erasmus Universiteit. Bedrijfskunde studeren. Ik wilde graag directeur worden of zo, of burgemeester. Ik dacht, als anderen maar voor me werken, weet je, dat lijkt me wel wat. Alleen maar voorspoed. En in die voorspoed herken ik wel iets van de belofte die ik heb ontvangen toen ik gedoopt werd. En misschien dat jullie, en ik ga er zomaar vanuit dat veel van jullie gedoopt zijn, en misschien wel allemaal. Maar ook dat is echt een wonder. Moet je over nadenken. Dat God naar jou toe kwam. Toen jij nog van niks wist. Zijn hand op je leven legde. En zei, maar ik wil mijn naam aan jouw leven verbinden. En ik wil voor jou zorgen. En dan staat er, in de doopformulier, dat God al het kwade van ons leven weren wil. Nou, dat geldt echt voor de eerste 19 jaar van mijn leven. Dan staat er ook een komma. Of ten onze beste keren wil. En dan ben ik aangekomen op 9 juni 1993. Bijna 26 jaar geleden. Wie van jullie was er toen nog niet geboren? Ja, 26 jaar geleden. Dat is best een tijd, hè? Dan weet je in ieder geval niet dat het toen heel mooi weer was. Dat weet ik wel. Het was een prachtige zomerdag. Ik had tentamens. Als je op de Erasmus hebt gezeten, dan weet je dat je in de tentamentijd ook heel veel tijd hebt voor andere dingen. Dus ik ook. En mijn broer was die dag jarig. We zijn 's ochtends in Delft geweest, een cadeau voor hem gekocht. Even nog wat gestudeerd voor mijn tentamens. En voordat er 's middags wat vrienden zouden komen, zei ik tegen mijn moeder, ik spring even op mijn fiets om bij de kerktelefoonluisteraars voor onze gemeente een nieuwsbrief rond te brengen. Dat was in de tijd dat er nog geen e-mail was. Dus ik op mijn fietsje door in de kerk als lid van de jeugdvereniging de nieuwsbrief rondgebracht. En terug naar huis fiets ik langs een surfmeertje, niet zo heel ver bij het huis van pa en ma vandaan. En er zaten vrienden uit de middelbare schooltijd. Hey Hout, kom je erbij? Dus ik heb mijn fiets neergezet, ik ben erbij gaan zitten. En eerst was het gewoon gezellig, aan de rand van het water. En op een gegeven moment was het een beetje klieren met water. Je weet hoe dat gaat natuurlijk, met warm weer. En op een gegeven moment werd ik ietsje te nat gegooid naar mijn zin. Dus ik ging de schuldige dame achterna. Heb er op mijn nek genomen, ben naar de waterkant gelopen, heb er daar weer neergezet. Een beetje duwen, trekken, wie gaat het eerst het water in? En ik verstapte me, de grond die brokkelde af onder mijn voet en ik viel half voorover. Half vallend. Ik was 19, hè, toch maar duiken. Maar er stond 40 centimeter water. Dus ik ben met mijn hoofd op de bodem van het meer gekomen. En nog herinner ik me echt de klap op de grond en het was net of er een snaar ergens in mijn lichaam brak. En ik hoorde een hele donkere, doffe zoemtoon door me heen trekken. Het gevoel dat alle kracht die ik in me had, zomaar via mijn armen en mijn vingers oplost in het water. En ik wilde opstaan, maar dat ging niet meer. En ik heb dan wel één keer mijn hoofd boven water uit kunnen halen en gezegd, jongens, help me, want het gaat niet goed. En dat hebben ze gelukkig gedaan. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kan me daar helemaal niks meer van herinneren. Maar wat ik me weer wel kan herinneren is dat ik op de waterkant lig en iemand achter me zit die mijn nek stabiel hield. Er stond iemand naast me om de zon een beetje uit mijn gezicht te halen. Allemaal mensen eromheen die blijkbaar waren gekomen om te kijken wat daar gebeurd was. En zei er iemand, we hebben je moeder gewaarschuwd en de ambulance gewaarschuwd. En mijn moeder kwam en de ambulance kwam. En toen ben ik naar Dijkzicht gebracht. Dat is tegenwoordig het Erasmus MC in Rotterdam. En dan ben ik op de eerste hulp binnengekomen en hebben ze me onderzocht.
allemaal tests gedaan, foto's gemaakt, nog meer foto's gemaakt, nog meer tests gedaan. En na verloop van tijd kwam die eerste hulparts bij me en zei hij zegt, Erwin, hij zegt, wat denk je dat je hebt? En ik had wel eens een film gezien met Joni Eriksson. Zegt die naam u iets? Ja, de oudere mensen, dat is grappig. En net waren de jongere mensen die hun hand opstaken en nu zijn het de oudere mensen. De oudere mensen die weten dat vaak. Dat is, Joni is een vrouw die nu inmiddels half de 60 is, maar op 16-jarige leeftijd in ondiep water dook en haar nek brak. En haar leven lang verlamd door het leven gaat. Dus ik had die film wel gezien, maar ik had niet helemaal begrepen waar het over ging. Want ik zei tegen die arts, ik zei nou, ik denk dat er iets mis is met mijn zenuwbanen. Maar als u dat opereert en die banen weer vrijlegt, dan denk ik dat ik met een paar weken wel weer thuis ben. En toen zei die Erwin, hij zegt, het is echt heel anders. Je hebt je vierde en vijfde nekwervel gebroken. Je hebt je ruggenmerg beschadigd. En je zult nooit meer lopen. En als je nou op 8 juni hè, tegen mij had gezegd, op 8 juni 93, morgen breek jij je nek en ben je voor je leven verlamd. Dan had ik ook gezegd, dat kan niet en dat wil ik niet. Ik wilde op mijn 23ste in een BMW rijden, jongens. Niet in een rolstoel. Maar toen die dokter dat zei, je zult voor altijd verlamd zijn. Toen werd het stil in die kamer. En ik hoorde echt een stem, alsof er iemand naast me stond, de Bijbel opensloeg en Psalm 23 voorlas. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Zelfs, en is de Bijbel, dat is mooi hè, de Bijbel is zo eerlijk. Er staat niet, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Dat betekent dat mijn leven voortaan over rozen gaat. Dat staat er niet. Zelfs al ga ik door een dal van de schaduw van de dood. En dat betekent zelfs als het heel erg donker wordt in je leven. Ook dan. En misschien wel juist dan. Doet God ervaren dat hij een herder is. En dat heeft de Heer beloofd toen en dat heeft hij elke dag waargemaakt. En dat begon al in het ziekenhuis. En na 3 weken... toen zou ik overgeplaatst worden naar het revalidatiecentrum, de Hoogstraat in Utrecht. En daar zag ik best wel tegenop. Want als je 3 weken in zo'n ziekenhuis ligt, dan weet je wel een beetje hoe dat de hazen lopen en hoe dat je de dingetjes geregeld moet krijgen. En 's ochtends dan kwam mijn vader om 7 uur. Kwam hij me even scheren. Ik had bijna geen baardgroei, maar dan hadden we wel een mooi vader-zoon moment. Echt super waardevol geweest voor de relaties thuis. En als pa weg was, dan sliep ik wat. En dan om 9:45 kwam mijn moeder. En die bracht dan meestal een tas kaarten mee van mensen uit de gemeente of iets verder daaromheen. En dan tussen de middag sliep ik weer wat. En dan s'avonds kwam de visite. En ik wist van nou, als ik bij zuster Jannie iets geregeld moest krijgen, dan moest ik iets anders vragen als bij broeder Piet. Dus na 3 weken weet je dat wel, hè. En dan zou ik overgeplaatst worden naar het revalidatiecentrum. En zeiden ze in het ziekenhuis, nou, zo'n revalidatiecentrum, wat jij nog in je hebt, dat gaan ze eruit halen. Maar maak je borst maar nat, want dat is echt afknijpen. Dus ik zag daar serieus tegenop. En op die woensdagavond 30 juni, toen kwam onze wijkpredikant en ik vertelde hem dat. Dat ik er tegenop zag en hij luisterde goed. En toen hij wegging, toen zei hij, vind je het goed als ik een stukje met je uit de Bijbel lees? Ik zei, nou graag. En toen las hij Psalm 121. En je kent die psalm vast wel, hè? Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en aarde gemaakt heeft. En dat laatste vers staat, de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. En de dominee maakte dat heel praktisch. Hij zei, je uitgang uit het ziekenhuis, je ingang in het revalidatiecentrum. God is erbij. En dat vond ik zo'n troostvolle gedachte. Dat ik ben rustig gaan slapen. En de andere ochtend, vlak voordat de ambulance voorreed om mij naar Utrecht te brengen, kwam onze pastorale medewerker nog even langs.
En hij vroeg hoe het ging. Ik zei, nou, ik zie er tegenop, maar ik zie er ook alweer naar uit. Om te gaan werken aan een ander leven. En hij luisterde goed en hij ging weg. En hij zei, vind je het goed als ik een stukje met uit de Bijbel lees? Ik zei, nou, dat vind ik goed. En toen las hij Psalm 121. En ik had het hem niet verteld. En misschien ervaar of geloof je dat ook. Dat God tot je spreekt vanuit zijn woord. Dus ik wil je echt oproepen vanavond, als je dat nog niet doet, om nou elke dag even tijd te maken. Gods woord open te doen. En te luisteren, te lezen naar wat God tegen je te zeggen heeft. Als je nou wil leren en ontdekken wat God voor jou en met jou in petto heeft, dan moet je de Bijbel openen. Niet vergeten. Ik ben naar de Hoogstraat gegaan. Mijn uitgang en mijn ingang zijn bewaard. Het was inderdaad keihard werken. 14 maanden daar geweest. En op 2 september 1994 mocht ik naar huis. Als je nou echt goed geluisterd hebt, dan weet je dat dat mijn 21ste verjaardag was. Ik was tussendoor thuis geweest. De weekendjes. Maar toen kwam ik echt thuis. Toen ben ik weer gaan studeren. Ik ben teruggegaan naar de Erasmus Universiteit. Ik heb mijn studie afgemaakt. Ik heb er iets langer over gedaan dan gemiddeld. Maar ik vond dat ik wel een goed excuus had. En toen ben ik in 2000 afgestudeerd en toen ben ik gaan werken. Toen ben ik bij een bedrijf dat toen nog in Ridderkerk zat, dat heet Dis. We verkopen van die mooie beamers en zo. Ja, een beetje zoals deze. Maar ietsje beter misschien, maar goed spul, zeg maar. En toen ik daar solliciteerde, toen zei die eigenaar van Erwin, stel dat we je aannemen, hoe lang denk je dan te kunnen werken? En ik zei, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg maar, ik heb mijn studie ongeveer op halve kracht gedaan. Of tenminste, op halve, niet op halve kracht, maar wel op de halve weekduur, zeg maar. Dus als we nou eens beginnen met 24 uur in de week, 60%, dat zou mooi zijn. Dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik 2,5 jaar gedaan. En toen zei de nieuwe eigenaar inmiddels, die ik ook al vanaf het begin kende, die zei van, joh Erwin, hij zegt, misschien wil je iets meer gaan werken en een managementfunctie gaan bedienen. Of vervul ik ze? Nou, dan vervul ik ze. Nou, dan wil ik wat doen. Dus toen ben ik van 75, eerst 75% gaan werken en toen ben ik 100% gaan werken. Dus dat was in 2005, toen werkte ik 40 uur in de week. En toen in 2008 zei diezelfde man van, joh, hij zei, ik heb nog een plekje over in het directieteam. Wil jij dat niet doen? Ik zei, dat vind ik ook wel leuk. Sinds die tijd red ik het niet helemaal meer met 40 uur, maar het is nog wel steeds mooi om te doen. En ik vertel jullie dit niet om jullie te laten zien hoe goed ik het voor elkaar heb. Maar in Psalm 18, daar staat, met mijn God dring ik door de bende en spring ik over een muur. En ik denk dat die psalm ons wil leren dat er in Gods kracht nog wel eens meer mogelijk is dan wij zelf zouden denken. Als je 26 jaar geleden tegen mij had gezegd, er komt een dag dat je een functie hebt als directeur marketing bij een middelgroot bedrijf, of er komt een dag dat je zelfs een zaal mensen in Middelharns mag toespreken, had ik dat niet geloofd. Maar God heeft het wel waargemaakt. In zijn kracht is er meer mogelijk dan je zelf denkt. En dat ik afgestudeerd ben, daar geniet ik elke dag van. Dat ik werk, daar geniet ik nog meer van. Maar het mooiste wat me overkomen is, dat is Marleen Korevaar. Dat is de mooiste vrouw van de wereld. Die heb ik dan, hè. Dat is leuk, hè. Ja, ik zie sommige dames een beetje besmuikt kijken. Ik zie ook sommige heren een beetje besmuikt kijken. Maar sommigen zeggen, nee, dat is niet waar. Want ik heb, precies. Het is maar goed ook dat je dat zegt, trouwens. Denkt hij, dat denkt hij. Maar dat laat ik zo. Maar het is wel een mooi verhaal. Marleen die was, of die is, specialist ouderengeneeskunde. Dus die werkt in een verpleeghuis als arts. En destijds in Rotterdam. En ze woonde in Waddinxveen. En tijdens de diensten moest ze binnen 20 minuten vanuit Waddinxveen in Rotterdam kunnen zijn. Dat haalden ze niet. Dus dan bleef ze daar 's nachts slapen in het verpleeghuis. Dat vond ze uiteindelijk niks.
En toen zei een vriendin van haar, die ook arts was in hetzelfde verpleeghuis, van joh, kom hier in de kerk wonen, dus dat heeft ze gedaan. En diezelfde vriendin zei van joh, anders kom je naar de Singelkerk in het hart van de kerk. Dat heeft Marleen ook gedaan. En daar zat ik. En wij kwamen elkaar tegen. En je weet hoe dat gaat, hè? Als je elkaar een beetje leuk begint te vinden. Dus wij zochten elkaar wat vaker op. En dat is best een hele leuke tijd geworden. Maar hoe meer wij naar elkaar toe groeiden, hoe spannender ik het eigenlijk begon te vinden. En hoe meer ik dacht van, dit moet ik niet doen. Ik dacht van ja, en dat kwam echt steeds meer naar me toe. Ik word echt een blok aan de been van deze vrouw. Of een vijfde wiel aan de wagen, ik zag het echt niet zitten. Ik dacht, dit is een vrouw met zoveel potentie, die zoveel voor anderen kan betekenen. Die moet ik niet zeg maar in de weg gaan zitten. Want daar ga ik ook niet, ik ga er geen doekjes om winden. Ik heb echt een hele zware handicap. Dus er is een moment gekomen dat ik tegen Marleen zei, joh, ik denk toch dat het beter is dat jij jouw weg gaat en ik de mijne. En dat was best een hele verdrietige tijd, voor haar nog veel meer dan voor mij. Maar ze had wel de moed om de vriendengroep waar we allebei toe behoorden gewoon te blijven bezoeken. Dus we kwamen elkaar af en toe tegen. En na een half jaartje dacht ik bij mezelf, oh, dat is ook wel heel stom. Nee, maar als je de mooiste vrouw van de wereld laat lopen, dat is niet goed. Dus ik heb weer wat contact met haar gezocht. Nou, jullie kennen haar denk ik niet, maar ze draagt het hart wel midden op de tong. Dus dat heeft ze me laten weten ook. Ze zegt, wat wil je nou van me? Eerst breng je mijn hart op hol. Dan help je mijn leven aan brokken. Dan heb ik uiteindelijk bij elkaar, sta je weer op de stoep. En toen heb ik ietsje dieper in mijn hart laten kijken wat er allemaal in omging in de tijd. Dat het in de eerste instantie misliep. En toen heeft ze me een tweede kans gegeven. En dat is een hele mooie tijd geworden. En toen kwam er een dag in augustus dat we zo een beetje in een parkje in Slikkerveer, daar wonen Marleen, dat is een wijker in de kerk. En ze wonen op een flat 1 hoog, 8 tredes. Al was het 2 tredes geweest, ik kon er niet naar binnen. Dus daar gingen we vaak een stukje wandelen, namen ze een pot koffie mee, wallingsfeest en stroopwafels. Je snapt het. En dan ergens streken we neer en hadden we. En we zaten daar een beetje te filosoferen over onze toekomst samen. En dan komt er een moment dat je gaat denken van ja, zouden we misschien trouwen? Dat is natuurlijk ook wel echt een hele stap. En toen we daar samen over nadachten, zeiden we, wat kunnen we eigenlijk beter doen dan ons leven in Gods hand leggen? En hem vragen om de wijsheid over de weg die wij te gaan hebben. En dat hebben we gedaan in het park, onze handen gevouwen. En de Heer gevraagd om zijn zegen, om zijn wijsheid en om inzicht over de weg die voor ons lag. En die zondag daarna preekte dominee Verboom bij ons in de Singelkerk over Jozua 3. En in die geschiedenis staat Jozua met het volk Israël voor de Jordaan. Hebben ze 40 jaar door de woestijn gezworven, mogen ze bijna het land Israël in, Kanaan toen nog. Alleen er ligt nog een Jordaan voor. En als dan Jozua vraagt aan de Heer, maar Heer, hoe moet dat nou met de Jordaan? Dan zegt God die Jozua, geef de priesters de opdracht dat ze de ark opnemen en dat ze het water inlopen. En als hun voet het water raakt, dan zal het wijken. En die dominee zei, gemeente, ik ken u niet. En uw wegen weet ik ook niks van. Maar misschien staat u voor uw gevoel wel voor de Jordaan. En vraagt u zich af hoe en of dat u eroverheen kunt. Hij zegt, dan mag ik u verkondigen als u gaat achter Jezus aan, vertrouwend op zijn belofte. Zet uw voet maar op het water. En het zal wijken. En Marleen die zat op een andere plek in de kerk. Maar wij keken elkaar aan. En wij wisten wel, dit is Gods antwoord. Op het gebed van een paar dagen daarvoor. Onze voet hebben op het water gezet. Het is geweken. We zijn getrouwd. 17 april 2003. 16 jaar geleden. En ons huwelijk is gezegend met de geboorte van een dochter. Haar naam is Hanna. En dat betekent genade. En zo ervaren wij dat ook. Toen Marleen en ik elkaar leerden kennen, een van de allereerste avonden, toen zaten we zo eens te praten. En toen zei ik tegen Marleen, joh, als jij graag moeder wil worden, dan moet je een andere man zoeken.
Ik had een paar dingen tijdens mijn revalidatie me vast voorgenomen. En een van die dingen was dat ik absoluut geen vader wilde zijn. Eén, en dat bedoel ik niet plat, maar ik wist niet of ik technisch vader kon worden. Twee, ik dacht, welk kind wordt er gelukkig van een gehandicapte vader? Daar was ik echt vast van overtuigd. En daar hebben we best over gesproken. En we lezen, nou, als dat zo is, zal ik het misschien heel lastig vinden. Maar ik hou wel zoveel voor je dat ik graag bij je blijf. En toen waren wij een jaartje getrouwd ongeveer. En toen zei Marleen, het zou toch wel mooi zijn, hè, Erwin? Ik zei, wat bedoel je, Marleen? Nou, zei ze, als we toch een kindje zouden kunnen krijgen. En dat was best een hele confronterende vraag. En daar heb ik zelf diep over nagedacht, veel om gebeden, samen om gebeden. En heel langzaam kwam er ergens het idee bij mij, het zou toch echt wel mooi zijn als dat ons gegeven zou zijn. En daarom heet Hanna, Hanna, genade. En toen Hanna een jaar oud was, toen zei Marleen op een avond, het zou toch wel mooi zijn, hè, Erwin? Ik zei, wat bedoel je, Marleen? Nou, zei ze, als Hanna nog een broertje of zusje krijgt. En toen ben ik een heel beetje, klein beetje overmoedig geweest. Toen zei ik tegen Marleen, nou, weet je, een tweede wil ik best proberen, maar dan niet meer beginnen over een derde. En toen kwamen 2 en 3 tegelijk. Toen kregen wij een tweeling, Lois en Elisa. En wie kent Lois uit de Bijbel? Even een quizvraag tussendoor. Ja. Zeg het eens. Ja. Zo, ik krijg echt de 10 punten vanavond. Het is de oma van Timotheus. Heel goed. En Lois is vernoemd naar mijn vader. Die heet geen Lois, maar die heet Kees, Cornelis Frederik. Lois heet Lois Cornelia Frederike. En in haar naam ligt de verwachting dat de God van opa ook de God van Lois zijn zal. Paulus zegt tegen Timotheus dat hij het geloof herkent zoals het ook leefde in zijn moeder Eunice en in zijn grootmoeder Lois. En Elisa, haar naam betekent God is mijn redder. Onze 2 meiden zijn 8 weken te vroeg geboren. Elisa woog 1260 gram, dat is best wel klein. Als je het nu ziet, alleen dan al zie je iets van de vervulling van die belofte, dat God ook haar redder zijn zal. Hoe ziet mijn leven er nu uit? Ik begon met het woord voorspoed, weet je nog? Ik heb nu een ander woord. Afhankelijkheid. In alles wat ik doe, ben ik afhankelijk. Afhankelijk van de overheid, die mij ieder jaar een zak geld geeft in de vorm van een persoonsgebonden budget, kan ik mijn eigen zorg inkopen. En we klagen nog wel eens in Nederland, hè, jongens. En misschien is dat wel eens terecht. Maar laten we niet vergeten dat we het met elkaar onwaarschijnlijk goed hebben in dit land. Als je een hoge dwarslesie krijgt en je woont in Centraal-Afrika of in Oost-Siberië, dan ga je het niet overleven. In Nederland kun je zelfs functioneren. Afhankelijk van de overheid. Afhankelijk van allemaal hulpmiddelen. Ik heb een elektrische rolstoel. Dan kan ik ergens zelf komen. Een aangepaste auto, voor als de afstand wat verder wordt. In huis, elektrische deuren. Ik heb een lift die dwars het plafond heen gaat. Dan kan ik naar boven naar die meiden. Dat is leuk op een kinderfeestje trouwens. Yeah, met z'n allen op en neer, weet je. Allemaal gillen die meiden. Tegenwoordig doen ze dat niet meer, hoor, maar toen ze klein waren wel. Ik heb een tillift om in en uit bed te gaan. Een speciale stoel om onder de douche te kunnen. Aangepast bestek, aangepaste tandenborstel. Allemaal hulpmiddelen. Ik heb een app op mijn telefoon. Kan ik mijn hele huis mee bedienen. Telefoon, televisie, thermostaat, alle lampen, de deuren. Superhandig die app, echt waar. Zou ik wel willen hebben misschien. Maar. Allemaal hulpmiddelen om in ieder geval, zeg maar, mee mijn leven in te richten. En ik ben afhankelijk van mensen. Vanochtend om 4:15 ging de wekker thuis. Staat mijn vrouw op. Zet ze een zetpil, die heb ik nodig om ontlasting kwijt te raken. Dat gebeurt 3 keer in de week, maandag, woensdag en vrijdag.
gaan alle ramen open. Duurt ongeveer 2 uur. En dan, als het gelukt is, zeg maar, dan ben ik mijn ontlasting op dat moment kwijt. Dus 6:15 gaat weer de wekker. Haalt ze de ontlasting weg. Gaat ze zelf onder de douche, omdat ze werkt of voor de meiden erg wil zijn. Om 7:00 komt de wijkzuster binnen. Vanochtend was het de vrouw van Jaco. Superleuk. De ene mooiste vrouw, hoor ik net. Is ze 1,5 uur bezig. En die helpt me dan. Hè, ze zet me onder de douche. Terug in bed, aankleden. Aangekleed terug in de stoel. Even tandenborstel aangeven. Mijn haren doen. Als je nou denkt, wat zit die vent zijn haar gek? Dat is de schuld van Jantine dan. Hè? Dat heb ik ook al gesproken samen. Na 1,5 uur, tegen 8:30, dan rij ik de woonkamer in. Inmiddels is er al iemand om 7:15 ons huis binnengekomen. Die voor mij mijn brood smeert, kopje thee zet, potje koffie zet. Dus nou, om 8:30 dan eet ik even gauw een boterham op, drink een paar glazen thee op, een kop koffie. En om 9:15 komt er dan iemand aan die me naar mijn werk brengt. Een chauffeur in de auto naar Barendrecht. Die chauffeur haalt me s'avonds ook weer op. Onderwijl ben ik gewoon lekker aan het werk. Vanavond thuis, met eten, even gauw een kop soep. Want we mochten naar Middelharnis. Dus even gauw een kop soep. Daar word ik bij geholpen. Als het nou geen soep is en geen dopetten, dan kan ik meestal zelf wel eten. Zeker als het de stamppottentijd is voor mij natuurlijk ideaal. Want dan kan ik het zelf, dat lukt dan wel. En dan s'avonds om 10:30 komt er iemand die mij dan op bed legt. In 2 weken tijd komen er 30 verschillende mensen bij ons over de vloer. Om te zorgen dat ons leven een beetje door kan gaan. Afhankelijk van de overheid, van hulpmiddelen, van mensen. En daar dwars doorheen en daar ver bovenuit weet ik me afhankelijk van God. Psalm 118 staat, de Heer is onder degenen die mij helpen. En dat betekent allereerst dat God een van degenen is die mij helpen. Het betekent ook dat God helpt door mensen op je weg te plaatsen. Moet je ook maar onthouden vanavond. Dat God voor jou zorgt door mensen aan je te geven. Iets van die afhankelijkheid, als je daar eens verder over na wilt denken, dan moet je eens lezen over wat de Israëlieten hebben beleefd rondom het manna in de woestijn. Die geschiedenis ken je, hè? Moet je eens lezen. Als je dat leest, weet je voor hoeveel dagen de Israëlieten het manna mochten oprapen? Voor 1 dag. Als er nou eens een eigen Israëliet dacht van weet je wat, ik doe het voor 2 of 3 dagen, dan was het bedorven. Behalve voor de Shabbat, want dan mocht hij het wel voor 2 dagen rapen. Maar welke les zit daar nou in? Dat God die zo graag ziet, dat wij beseffen dat wij afhankelijk van hem zijn. Dat we elke dag onze tent uitgaan, op onze knieën komen en ons manna rapen voor die dag. Heere God, hier ben ik. Wilt u mij helpen deze dag? Wilt u mij zegenen in hetgeen ik te doen heb? Wilt u mij voorgaan met uw licht en met uw waarheid en met uw wijsheid? Wilt u mij tot zegen stellen voor de mensen die ik ontmoet? Wilt u mij helpen betrouwbaar te zijn? Wilt u mij een kans geven een goed woord van u te spreken? Als je zo elke dag je manna raapt, dan zul je tot zegen zijn. Heb jij dan nog een rol? In mijn leven niet. Maar ik zei net al dat God voor ons zorgt door mensen om ons heen te plaatsen, op onze weg te zetten. Paulus zegt het ook in 1 Korinthe. Als 1 lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Kijk nou eens om je heen. Heb een open oog, een open oor, een open hand en een open hart. Ogen die zien met de liefde van Jezus. Als je zo kijkt naar de mensen om je heen, dan zie je ook die mensen die een luisterend oor kunnen gebruiken. En goed luisteren, dat is nog een kunst. Eerst is luisteren naar wat een ander te vertellen heeft. En als je echt geluisterd hebt, dan mag je ook een oplossing bieden met open handen dat aanpakken. En dat kan heel ingewikkeld. Jaco, heb je hem weer. Die legt mij 1 keer in de 2 weken op bed s'avonds.
Dat is iets anders dan een schilderijtje ophangen. Maar ergens daartussenin kun je echt iets voor iemand betekenen. Iemand bezoeken, een keer een spelletje doen. Dat hoeft niet per se met mij natuurlijk, maar je kunt andere situaties voorstellen. Maar gewoon een praktisch klusje, gras maaien. Er zijn duizend en dingen te doen voor mensen die je hulp kunnen gebruiken. En een open hart, dat blijft betrokken. Er zijn vrienden van mij die 25 jaar geleden tegen mij zeiden, Erwin, als ik wat voor je kan doen, laat het me weten. En die 25 jaar later nog komen. Over open harten gesproken. Gaat het altijd goed met Erwin Hout? Nee. Wel vaak. Ik ben gezegend met een enorm optimistisch karakter. Gods gave. En toch worstel ik ook wel eens. Met God. Heere, waarom? Waarom geneest u mij niet? Ik heb gebeden, jongens. Ik heb gebeden. Heere, genees mij. En weet je waarom ik dat deed? Omdat ik geloof dat God het kan. Hij belooft het zelf in Jesaja. Als Jesaja profeteert over de Messias, de Heer Jezus, de lijdende knecht. Dan zegt Jesaja, door zijn striemen zijn wij genezen. En wij maken dat heel gauw geestelijk, hè? Dat het gaat over ons geestelijk heil en dat mag hoor. Dat doet Petrus ook. Maar Matthäus, als de Heer Jezus genezend over de aarde gaat, de doven wil laten horen, de blinden wil laten zien en de verlamden wil laten lopen. Dan zegt Matthäus dat in die lichamelijke genezingswonderen deze profetie van Jesaja vervuld wordt. Heere, waarom geneest u mij niet? En ik herken wel iets van die worsteling van Asaf in Psalm 73. Asaf, de opperzangmeester. Het was zijn werk om God te loven. En er komt een moment in Asaf zijn leven en dan zegt die Heere, God, waarom? Waarom hebben de goddelozen voorspoed? Heere God, ik snap er niks van, zegt Asaf. Of eigenlijk zegt die Heere God, ik snap helemaal niks meer van u. Waarom? De goddelozen hebben voorspoed. En ik, de opperzangmeester, ervaar tegenslag op tegenslag. Heere, waarom? Mijn medestudenten, die gingen donderdag feestend het weekend in. En ze kwamen dinsdag feestend het weekend uit. En ik? Ik was bezig voor de kerk. En ik brak mijn nek. Heren, waarom? En dan staat er in vers 17 een machtig mooi vers. Daar staat, totdat ik in Gods heiligdommen binnenging. En op hun einde merkte. En dan gaat het mij helemaal niet om dat einde van de goddelozen. Dat eerste stukje. Weet je, toen Asaf terugkwam in het heiligdom, wat hij daar het eerste zag. Het altaar. Het altaar van de verzoening. En wat voor Asaf het altaar was, dat is voor jou en voor mij Golgotha. Waar Jezus zijn leven gaf voor mij. Maar ook voor jou. Waar hij de straf droeg die ik heb verdiend. Waar hij de weg naar de Vader opende. Zodat wij met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van Gods genade. Als ik kniel bij het kruis van Golgotha, dan krijg ik geen antwoord op al mijn vragen. Nog niet. Maar God opent wel een machtig perspectief. Waar Jesaja ook van profiteert. Als dan zal de kreupele springen als een hert. Er komt een dag, als Jezus wederkomt, of
Ik hoop eigenlijk dat hij heel snel wederkomt. En als dat uitblijft de dag dat ik overlijd, dat Jezus het zegt. Erwin, sta maar op uit je stoel. Wees welkom in mijn koninkrijk. Niet vanwege mij, maar vanwege hem. Wat hij gedaan heeft. Wat hij verdiend heeft. De straf die mij de vrede aanbrengt, die was op hem. Door zijn striemen zal ik genezen. Daar te zijn, bij hem. Hem te kennen zoals hij is. Te zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is het mooiste wat ons te wachten staat. Maar te kunnen springen als een hert, terwijl je kleine teen niet meer bewegen kan, dat maakt het extra bijzonder. En we gaan vanavond elkaar niet bang maken, jongens. Want ik geloof in een genade God. Maar het komt er wel op aan. Ken jij hem? Heb je hem gevraagd de koning te zijn van je leven? Ligt jouw levenslot al in het hand van die almachtige Vader? En dat zijn grote vragen, dat weet ik. Maar als dat vragen zijn waarvan je toch denkt, daar durf ik niet zomaar ja op te zeggen. Ga dan vanavond niet slapen. Voordat je je knieën gebogen hebt. Naast je bed. En je leven in Gods hand hebt gelegd. Heer, hier ben ik. U weet het. U weet van het hart. Wat misschien helemaal niet wil. U weet van die vragen. U weet van de pijn. U weet van die boosheid. U weet het. En toch, hier ben ik. Wilt u zich over mij ontfermen? Als je dat vanavond doet, dan zul je echt niet beschaamd uitkomen. En als dat de vrucht is van deze avond, dan ben ik hier graag geweest. Dankjewel. Oh, ik heb nog een foto van die meiden. Kijk, wat een schatjes. Die dame met die long, die haarband, dat is Hanna. En die met die krullen, sprietenbol, dat is Elisa. Nou ja, geen 1260 gram meer, dat heb je gezien. Ik heb nog één laatste ding. Er is een boekje geschreven over mijn leven. Een jaar of 5 geleden inmiddels. Door Huib de Vries. Journalist bij het Reformatorisch Dagblad, Terdege. Omdat Huib het geschreven heeft, kan ik wel zeggen, het is echt heel goed geschreven. Of het inhoudelijk verder interessant is, dat laat ik aan jullie. Maar het geeft nog iets meer inkijk in wat je vanavond gehoord hebt. Bij bol.com kost het €14,90. Vanavond heb ik er een stuk of 15, 20 bij me. En maak het af op een speciale prijs voor jullie. €15, betaalt lekker makkelijk. Jaco, die is de boekhouder. Als je geen geld bij hebt, maakt helemaal niks uit. Schrijf je gewoon je naam op, e-mailadres. En dan ergens in de loop van volgende week stuur ik je een mailtje met mijn bankrekeningnummer. En dan kun je het later overmaken. Geen probleem. Wel het boek meenemen, want ik ga het niet nasturen. Volgens mij gaan we nog zingen. Dan is er pauze. En na de pauze, ik blijf nog een poosje, dan kun je gerust vragen.